Floriade Werkchallenge gaat over studenten, ondernemers, onderzoekers die echt het beste uit zichzelf willen hebben. Laten we niet vergeten dat de Floriade is een wereldtentoonstelling, dus we willen ook echt excellente ondernemers en onderzoekers op een podium zetten om de beste producten en onderzoeksvoorstellen in te leveren. Nou, de impact van de challenge moet natuurlijk groot zijn. Passend bij de ambitie van de Floriade, de wereldtentoonstelling. En als we ons realiseren dat binnen afzienbare tijd meer dan 70% van de wereldbevolking in grote steden, in metropolen woont, dan kun je je voorstellen dat dat heel veel uitdagingen met zich meebrengt om die inwoners van die metropolen te voorzien van genoeg, veilig en gezond voedsel. Dat is eigenlijk bij uitstek ook waar de regio Flevoland, de provincie Flevoland, groot is mee geworden. Enerzijds een grote verstedelijkingsopgave. We zitten hier in Almere, een grote, groeiende stad, onderdeel van een metropool. Maar tegelijkertijd zitten we in een gebied wat ook een heel groot agrarisch productiepotentieel heeft. Nou, die twee elementen bij elkaar brengen, dat brengt denk ik heel veel ondernemerspotentieel met zich mee. En dat willen we in de challenge ook tot uitdrukking brengen.